Wij gaan het nu stijlen. En dat betekent dat we hier dus de nerf selecteren en daarmee afgaan. We moeten dus realiseren dus dat dus daarin een opsomming zit. En daarin weer dus list items en met de linkjes. Dus we gaan het in de menustijl neergeven. We gaan hier het menu dus opmaken. We hebben hier de nav. En als we die selecteren, dan kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een background color. Die bijvoorbeeld helemaal zwart is. Dat zien we ook meteen gebeuren. Zo op deze manier. We gaan bijvoorbeeld daar verder niet zoveel aan doen. We gaan zorgen dat die opsommingstekens er niet zijn. En we kunnen hier nog even de color of wit zetten. En dan zien we de opsommingscolor. En dan bijvoorbeeld hashtag F. We zien hier natuurlijk dus die opsommingstekens. En die willen we natuurlijk laten verdwijnen. Dat is een eigenschap van de opsomming. Maar we willen dat natuurlijk niet in deze doen. En dus hebben we dus een diepte selector. We kiezen dus de nav en daarin de UL's. Dus de UL's die alleen in de nav voorkomen. En die geven bijvoorbeeld de list style none. Dan zijn die verdwenen. Vervolgens geven we dat de margin en de padding, dat die dus ook 0 zijn. Margin die is dus dan 0. En de padding 0. Als we natuurlijk nog wat ruimte willen straks, kunnen we dat altijd nog doen. Vervolgens kunnen we kijken naar de list items die erin zitten. Ze staan nu al netjes zo onder elkaar. We gaan nu naar de list items toe. Dat is dus in dit geval nav. En dan de... Nou, we kunnen de list items op dit moment voorlopig eventjes overslaan. We kunnen gewoon naar de linkjes die erin zitten. Dat zijn de anchors. En die kunnen we dus een color geven. Die wit is. En dat is in dit geval dus hashtag FFF. Bovendien staat er een streepje onder dat we kwijt willen. Dus de text decoration... En dat is none. Dan zijn we in ieder geval de standaard elementen zijn we, die in HTML zitten, zijn we kwijt. We kunnen nu dus kan vorm geven. Dus de list items staan heel dicht tegen de rand aan. En die kunnen we dan dus wel een beetje van de rand afhalen. Maar deze ietsje kleiner maken, zodat we meteen bij die rand een beetje kunnen kijken. Zo. En dat zijn dus de list items in het menu. Die gaan we dan hier selecteren. Nav UL LI. Die zijn nu geselecteerd en we geven deze bijvoorbeeld een beetje padding. En die kan bijvoorbeeld 1 AM zijn. Dat is dus heel erg groot. Maar we kunnen ook zeggen van we doen dat eventjes zo alleen op de left side. Je ziet nu heel goed wat padding is. En dan rekenen we hier zo'n left mee. En dan zien we dus dat die een beetje inspringt. We kunnen ook de hele padding kiezen. En daarvoor een positieve waarde geven voor het verticale, maar niet al te groot. Bijvoorbeeld 0.2 AM in het verticale deel. En dan in het horizontale deel wat meer. Je kan dus een beetje afspelend een beetje kijken van hoeveel dat ongeveer prettig gaat worden. Je kunt ook de font size een beetje toe laten nemen hier zo. Dat het een beetje van een grotere letter is. Omdat het zo'n touchapparaat het makkelijker moet kunnen raken. Dus we gaan hier naar font size. En die doen bijvoorbeeld 1.2 AM. En dan worden de tekstjes een beetje groter. Dus de linkjes. Nog een beetje bij elkaar kunnen zetten. Zo op deze manier.
Goed, we willen kijken of de onderkant van die list, dat die elementjes een beetje worden gescheiden. Als we hier dus de nerf pakken, dan zien we dus de elementjes zo staan. Maar je wil misschien wel wat aan de onderkant wat extra zien. En dan zet je hier dus een border bottom. En die zet je dan bijvoorbeeld op 1 pixel solid. En dan een wat donkere kleur, maar niet al te donker. Al te licht. Zodat je, als je ernaar kijkt, dat je hier dus een mooie streepjes eronder ziet. Zodat je wat onderscheid gaat zien. Door het inspringen hier zo zie je ook duidelijk dat, gebruik ook duidelijk dat we te maken hebben met een submenu. Zoals de elementjes nu staan, dan kan ik wel ietsje lichter maken. Deze 333, dan maak ik hem even bijvoorbeeld 777. Op deze manier. Kijk je een beetje wat kleuren worden, zodat jij ze een beetje goed kunt zien. Je wilt natuurlijk ook hebben dat als je met je muis eroverheen gaat, dat je dan een... dat je dan een beetje een andere kleur gaat zien. Dat gaan we hier ook invoeren. Een beetje nav. UL. LE. Dubbele punt hover. Zo, deze manier. En die kun je bijvoorbeeld geven cursor pointer. En dat betekent in ieder geval dat als je met je muis eroverheen gaat, dat je dan dus een handje ziet. Dan ziet het ook een beetje wat interactiever uit. En je zou natuurlijk ook kunnen kijken voor een andere achtergrondkleur. Die bijvoorbeeld wat lichter is. Background color. En die kan je bijvoorbeeld geven op een wat hogere waarde. Hashtag. En dan die zo op een aantal vijfjes. En op die manier zien we dus als we met de over de elementen heen gaan, dat ze dan een rollover krijgen. En hier hebben we op dit moment hebben we natuurlijk sprake van teken dat geselecteerd. En wij gaan straks kijken hoe we dat kunnen omzetten naar een vorm dat hij als enige daar in het submenu te zien is. Dat ook als hij dus hier overheen gaat, dat hij deze list items dan geen kleur gaan krijgen.